Goedendag. Vorig weekend kwam een einde aan een vosperiode. Maar nu zitten we eigenlijk aan de vooravond van de lente. Want ook vandaag wordt het weer op grote schaal 15 graden. Wel gaan we veel bewolking zien en is het vrij wisselvallig, ook de komende dagen. Vandaag overdag gaan we te maken met enkele buien. De meest stevige buien vallen in het westen van het land. En in de middag kan er lokaal ook een klap onweer voorkomen. Maar goed, het is ook vaak droog tussen de buien door. En dan hebben we hoge temperaturen rondom de... 15 graden zelfs. Daarbij waait er een zuidoostelijke wind, matig van kracht, soms vrij krachtig aan zee. En ja, de dagen erna blijft het dus wisselvallig. Ook maandag en dinsdag kunnen we regen verwachten. Temperaturen gaan wat dalen, maar klimmen vanaf woensdag donderdag weer geleidelijk op en dan krijgen we ook mooiere dagen met af en toe zonneschijn.